WK Daily, aflevering nummer 11. Het is 12 uur en dat betekent dat we gedurende het WK elke dag even terugblikken op de wedstrijden van gisteren. En natuurlijk vooruitkijken naar de wedstrijden van vandaag. En vandaag zit mijn grote vriend in Volendam er weer klaar voor, Kees Kwakman. Kees, hele goede middag. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan je zelf antwoord geven op de quizvraag? Wie er vaker te zien is dit WK? René Vroeger of Kees Kwakman? Ik weet wel wie er beter voor betaald krijgt. Ja, heeft René niet zo'n goede deal? Dingen van René keihard lacht. Ja, het is trouwens 12 uur. Dus, hè? Hey. Het is trouwens 12 uur in Volendam en dat betekent dat er geluncht wordt. Dus eet smakelijk, Kees. Dan moet je eten, ja. Ondertussen gaan we terugblikken op de wedstrijden van gisteren. Laten we beginnen met de galavoorstelling van Engeland tegen Panama. Vooraf weet je natuurlijk over het kwaliteitsverschil. Dat wisten we natuurlijk van het eerste wedstrijd van Panama tegen België. Maar had je zo'n monsterscore verwacht? Nou, uiteindelijk wel. Nou, 6-1 best wel een grote score, moet ik zeggen. Ik had wel verwacht dat het in eerste instantie wat moeilijker zou gaan. Net als tegen België. Hè? Dat Panama het in eerste instantie wat vol kon houden. En dat ze dan vermoeid zouden raken. En dat ze dan met name in de tweede helft het moeilijk zouden krijgen. Maar het was andersom. Die Engelsen die begonnen furieus en veel spelervattingen. Ja. Waar ze geen antwoord op hadden, ondanks hun judo-tactieken. Even serieus, Kees. Ja, kijk, je moet niet gaan zeuren over hoe kan het nou dat zij zich geplaatst hebben. Weet je, dat zijn nou eenmaal de regels. En normaal gesproken is Amerika erbij, weet je. Ja. Dus zij hebben zich uiteindelijk gewoon geplaatst met dat spookdoelpunt dan ook wel. Maar ja, dat dit op het WK loopt, dat... Ja, het geeft ook wel weer gesprekstof. Maar, ja. En hilariteit. Maar jij bent dus absoluut geen fan van dit soort teams, hè? Nee, ik ben hier echt niet fan van. En dan is het heel leuk ook als ze scoren, weet je, en dan allemaal juichen. Ja, weet je, dit is toch geen, het is toch geen speeltuin? Ik bedoel, nee, het is een WK. En dan zijn er een zootje blij omdat ze een doelpunt maken als ze 6-0 achter staan. Ja. Kijk, nou. Dit is ik kan daar niet zoveel mee. Maar. Nee, wat is mooi, want vanochtend luisterde ik de podcast van Jordi en Peter, neutrale kijkers, en die waren precies 180 graden anders, want die zeiden, het is toch prachtig? Ja, ik zie liever gewoon een wedstrijd die wel ergens omgaat, of toedoet. Nou, laten we het dan hebben over de mooie dingen gisteren in de wedstrijd, want Engeland liet mooie dingen zien. Vooral, waar ik heel erg van kan genieten, uitstekende tijd genomen voor dode spelvervattingen, daar goed op getraind. En het kwam er gisteren ook een paar keer goed uit. Ja, de vraag was wel of ze niet te veel hebben prijsgegeven, want ze hadden een paar varianten. Maar wat denk je? Ja, ik vind dat, uit mijn eigen ervaring, hebben wij daar wel eens over gesproken, van als... je voorstaat met 2-0 of in de tweede helft al, of de wedstrijd is gespeeld. Geen varianten meer doen. Niet meer prijsgeven en bewaar ze voor de volgende wedstrijd. En nou kan je in de competitie nog wel eens zeggen, als je het bijvoorbeeld de eerste wedstrijd van het seizoen hebt gedaan. Nou, we doen het de vijfde wedstrijd bijvoorbeeld weer. Hè, je laat er wat wedstrijden tussen. Maar ja, op een WK kan dat natuurlijk niet. Dan heb je elke wedstrijd heb je succes nodig en kan een spelervatting... belangrijk zijn, maar de wedstrijden volgen ook zo dicht op elkaar dat je niet even kan zeggen, nou, we doen het één wedstrijd niet. Waarschijnlijk weten alle tegenstanders dit nu wel van Engeland. Ja wat ik vooral hoop, in ieder geval na dit gezien te hebben, dat ze er echt een stuk of 4 of 5 hebben. Zowel voor corners als vrije trappen. Ja, nou ja, ze hebben in ieder geval de luchtmacht hebben ze en misschien nog wel het belangrijkste, degene die de bal daar plaatst, want dat is in mijn ogen 75% van de goal. Dat is in ieder geval niet Harry Kane, hè? Nee, gelukkig niet. Nee. De vrije trappen zou hij dan misschien nog kunnen nemen direct op de goal. Maar het is goed dat hij voor de goal staat. En Trippier die heeft een fantastische trap. En ja, mede daarom heeft hij denk ik ook een basisplaats. En die is belangrijk daarin. Ja, wat ik mooi vind om bij Engeland te zien, ook we zagen gisteren een tweet voorbij komen van Rio Ferdinand. En eigenlijk, het verhaal ging eigenlijk over... Je moet ook de mogelijkheid krijgen om te laten zien wat je daadwerkelijk kan... En Gareth Southgate, de jonge bondscoach, geeft de jongens ook de ruimte om te excelleren. Heeft dat denk ik er ook mee te maken dat ze relatief allemaal jong zijn en ook in die zin ook misschien wat vrijer zijn, minder druk voelen? Ja, ongetwijfeld. Ze zullen, wat ik ook wel eens heb begrepen van Ferdinand en Gerard en Lampard, volgens mij was dat met ze met z'n drieën zaten bij de BBC.
En dat ze toen ook gewoon eerlijk zeiden van, ja, wij vonden het eigenlijk helemaal niet zo leuk bij het nationale team. Ja. Omdat we zulke grote concurrenten waren in de competitie. Ja, dat we uiteindelijk wel respect hadden voor elkaar. Maar het net die laatste paar procent om met elkaar bij het nationale elftal met elkaar voor elkaar door het vuur te gaan. Ja, dat was er gewoon niet. En nu is dat denk ik niet het geval. De clubliefde zal misschien ook ietsje minder zijn bij jongens. En dat was bij die drie toch wel behoorlijk aanwezig. Dus dat is ook wat minder. Maar en Southgate is bijvoorbeeld ook wel voor relatief onbekenderen. In ieder geval, hij gaat niet altijd voor de gevestigde naam. Als we kijken bijvoorbeeld achterin, dat hij voor Maguire kiest in plaats van bijvoorbeeld Cahill. Ja, dat vond ik echt verrassend, ja. Want Cahill heeft, volgens mij is die gewoon basisspeler bij Chelsea. En die staat ook al jaren gewoon achterin. En ik ben niet zo'n grootste fan, maar is wel gewoon volgens mij een degelijke, prima centrale verdediger. En die Maguire bij Leicester, ja, ik vind het een hele verrassende keuze. Maar die kan nog beter voetballen dan je denkt trouwens. Ja. Het ziet er een beetje ouderig uit. Had je deze tweet al gezien? Ja, klopt. Ja, mooi, leuk, hè? Hoe snel het kan gaan. Hij staat er wel beide keren precies hetzelfde op. Zo van, nou ja, doe mij maar een beach. Huh? Ja, dit is wel leuk, toch? Dit is toch geweldig? Ja, absoluut. Dat die gasten er nu weer zijn. Ja, leuk. Ja, hartstikke mooi. Engeland verrast dus. Dan gaan we door naar Japan tegen Senegal. Ja, als we eigenlijk kijken naar deze wedstrijd, had je steeds het gevoel dat de ene ploeg beter was en toen scoorde de andere ploeg. En uiteindelijk met dit gelijke spel, ja, wie schiet er nou het meest mee op, denk je? Ja, ik denk, kijk ik naar het programma Japan, omdat die nog tegen Polen nu moeten. Ja. Goed, dat wisten ze op dat moment natuurlijk niet, dat Polen al uitgeschakeld zou zijn. En ik vond Japan over het algemeen ook beter spelen, hoor. Verzorgder ook. Senegal speelde wat directer. Was het helemaal eens met Short van der Schip. Dat die Senegal wat meer de lange bal zocht. En toch ook meer individuele kwaliteit. En bij Japan was het toch wel. Die probeerde echt wel te voetballen. En verzorgd te spelen. Dus ik vond dat wel leuk om te zien. En ook verdiend dat ze gelijk maakten. En uiteindelijk is dat nog wel even een potje die eraan komt. Senegal-Colombia. Ja. Jezus. Ik vind het wel jammer ook. Dat een van de twee landen niet doorgaat. Ja, of Japan moet dan gaan verliezen, hè, natuurlijk. Dan zou het dan nog. Ja, dat zie ik niet gebeuren. Dan hoop ik wel dat Colombia doorgaat, uiteindelijk. Ja, want laten we het daar gelijk over hebben. Japan, Senegal, 4 doelpunten. Er gebeurde van alles. Maar ik denk dat we gisteren. Maar natuurlijk, Engeland was ook wel een leuke pot om te zien. Maar het meest genoten hebben van Colombia, toch? De wedstrijd op zich vond ik. Was nou niet. Maar dat kwam door Polen, vond ik. Omdat die gewoon. Helemaal niks hebben laten zien. Maar Colombia liet bij vlagen wel zien waarom ze toch ook wel. Nou, niet als een outsider, maar wel gewoon als een goede ploeg worden gezien. Ja. En hebben ze de eerste wedstrijd natuurlijk bijna niet goed kunnen aanschouwen vanwege die rode kaart. En nu lieten ze gewoon zien dat ze een paar goede spelers hebben. Hè? Cuadrado onder andere, die het goed deed. Ja. En die Quintero is een goede speler. Ja, Quintero en Games nu, hè? Samen. Eerste wedstrijd doet hij het niet aan. Ja, dat klopt. Ja, maar ja, hij moest natuurlijk ook wel winnen. Ja, en dan laten ze ook wel zien dat zij gewoon de kwaliteit hebben om steekballen te geven en om creatief te zijn. En dat is gewoon mooi om te zien, vind ik. En Mina stond er dan nu ook in. Ja, die scoort ook, dus die zal blijven staan. Ja, dus in mijn ogen best wel een ploeg die doorverdient te gaan, hoop ik. Ook voor ons, voor het toernooi. En weer die 1-0, ook een ingestudeerde corner. Ja. Perfect uitgevoerd. Ja, het was leuk. Ja, met z'n drieën. En bij Polen dan liepen er een paar weer af en een paar bleven staan. Ja. Ah, dat verdedigen met spelervatting is echt, echt, echt dramatisch dit toernooi. Dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Elke wedstrijd. Ja. Nee, ik ben elke wedstrijd valt er een goal. Er komt ook een vraag binnen van Joris Troelala. Die vinden, wat vinden jullie van het spel van Polen? Van tevoren gezien toch als een degelijk ploeg, maar vertoon nu een veldspel om wat te huilen is. Is daar een reden voor, Kees? Kliek doet er niet mee. Zwaar geblesseerd, hè, vlak voor het toernooi. Echt een goede verdediger trouwens. Ja. Dus in verdediger opzicht missen ze die wel, vind ik. Maar ja, ik denk ook gewoon dat het kwaliteit is. Weet je, de Blasikowski, dat wordt ook allemaal minder. En die Gilinski is dan wel een groot talent. Maar Milik, die dan nu weer niet speelde. Dan komt alles op de schouders van Lewandowski, die bijna geen aanvoer heeft. Nee. Ja, die staat daar in zijn eentje, weet je. En dan hebben ze die linksbuiten, die speelde dan nu weer niet. Die van Hull City. Ja, dat is dan nog iemand met een actie, maar die deed nu dan weer niet mee. Dit is gewoon kwaliteit. En ik heb ze er volgens mij getipt dat ze geen één wedstrijd zouden gaan winnen.
Dus ik ben eigenlijk persoonlijk niet verbaasd dat zij het zo slecht doen. Want ik vind het eigenlijk niet zo'n hele goede ploeg. Dat is de kenner Kees Kwakman, hè? Hey, trouwens, over Quintero en Gámez, twee hè, luie nummer tiens. Het kan dus wel om die gewoon op te stellen. Ja, maar ja, die Gámez, weet je... Ik vind dat altijd lui. Die is toch niet lui? Denk je dat dan speelt hij bij Bayern ook niet, hoor, als hij niks doet. Ik geloof dat niet zozeer. Natuurlijk, die zal niet 15 ballen af gaan pakken in een wedstrijd. Maar dat kan toch makkelijk. Ja. En jij kan toch wel 2-3 creatieve jongens hebben voorin. En daarachter staan er dan 6 die het verdedigend dicht houden, ja. Maar ja, die ze scheiden in hun broek natuurlijk, die bondscoaches. Ja. Dat ze ontslagen worden. Als ze verliezen, dan wordt de kop eraf gehaakt, spreekwoordelijk dan. Ja, absoluut. Ja. Daarover later meer, want er waren allemaal weer doodsbedreigingen naar die eerste wedstrijd, ook in Colombia. Daar gaan we het straks over hebben. Natuurlijk ook over de 4 wedstrijden van vandaag. Maar we gaan eerst naar Rotterdam, want dan gaat Justin Kevenaar ons wat vertellen over de voetbalgeschiedenis. We gaan naar 2006, naar de slag om Nuremberg. En dan hebben we het niet over een letterlijke oorlog, maar over de 8e finale tussen Portugal en Nederland. Een historisch affiche om de verkeerde redenen, want de Russische scheidsrechter Valentin Ivanov trok in totaal 4 rode kaarten en 16 gele kaarten. Een WK-record wat tot op de dag van vandaag nog steeds staat. Mark van Bommel had na 2 minuten al de eerste gele kaart binnen. Belarus schopte Ronaldo letterlijk de wedstrijd uit. Costinha was na 45 minuten al de eerste gelukkige die een rode kaart kreeg gepresenteerd. En na hem zouden achtereenvolgens Belarus, Deco en Giovanni van Bronckhorst ook eraf moeten. Tussen al dit geweld door werd er ook nog gevoetbald. En een goal van Maniche zorgde ervoor dat voor Oranje het doek in de 8e finale al viel. Nou, dit is denk ik... Nou, iedereen die nu dit programma zit te kijken, weet die wedstrijd nog wel naar voren te halen. In zijn of haar geheugen. Waar was jij? Thuis, denk ik. Wat was het? 2008? 6. 6? Ja, je zag Niel. Dat is 12 jaar geleden. Ik weet niet meer waar ik was. Oh, oké. Okay. Wat was ik toen? RBC of zo, volgens mij. Goed, ik dacht, jij weet dit ook nog wel. Dit is echt een bijzondere dag. Ik weet wel die wedstrijd. Dat was verschrikkelijk. Ja. Niet aan te gluren was het. Nee. Nou, heel goed. Willen jullie nou meer hierover weten? Er is een podcast eerder dit toernooi opgenomen met Hedwiges Maduro. En daarin gaan we ook uitgebreid verder op het hele toernooi van 2006. En zeker op deze wedstrijd, want Hedwiges Maduro had de grote eer om naast Ruud van Nistelrooy te zitten. En Ruud van Nistelrooy was gepasseerd voor dit duel door bondscoach Marco van Basten. Nou, dan weet je ongeveer al hoe dat gaat. En Hedwiges bespreekt hoe dat dan is om 90 minuten naast Ruud van Nistelrooy te zitten. Dus die podcast kan je luisteren op alle kanalen waar je onze podcast kan beluisteren. Dan gaan we naar de wedstrijden van vandaag. Beginnen we met Saoedi-Arabië tegen Egypte. Beide ploegen al uitgeschakeld. Er was gisteren wat nieuws uit het Egyptische kant. Mo Salah zou aangeven hebben bij CNN, of CNN bracht het nieuws naar buiten, dat hij niet meer voor Egypte wil uitkomen. Want hij was in Tsjetsjenië. Kadyrov, die ging met hem op de foto. En hij was er absoluut niet van gediend om voor politieke doeleinden gebruikt te worden. Dus hij zou zeggen, dank u wel tegen de Egyptische voetbalbond. Ik kom niet meer voor jullie uit. Zou je dat begrijpen, Kees, als Salah nu bedankt? Nou, ik hou me altijd een beetje afzijdig als het over politiek en dat soort dingen gaat. Met betrekking ook tot voetbal. Ik kan daar geen zinnig woord over zeggen. Voor mij was dat die foto toch dat hij toen naar het publiek stond met z'n tweeën toch op het veld. Was dat niet op de training? Ja, was op de training. Dat ja, hij toen, ja. Ja, hij stond er wel ongemakkelijk bij. Het was nou niet dat je dacht, hij heeft echt heel veel zin om met deze man op de foto te gaan. Nee, maar ja, dan zou je toch zeggen dat je dat dan van tevoren regelt, dat je dat niet hoeft. Maar nee. Misschien werd hij er wel door overdonderd. Ik weet het niet. Hij zoekt hem eruit ook trouwens. Ja, over uitzoeken gesproken. Gaat Mo Salah vandaag scoren tegen Saoedi-Arabië? Ja, dat denk ik wel. Ja. Die krijgen wel een pingel. Ja. Die krijgen een pingel en dan eentje gaat die prikken. Want de 2 goals die is wel een lekkere quote bij de vrienden van Toto. Maar ja, het is een gokje waard. Jawel, toch? 6,25. Zeker. Ik ben lekker in vorm trouwens. Dus, ja? Ja, ik had Chicharito goed en gisteren Mané en Falcao. Hè? Lekker, jongen. Nou, dan ga je lekker. Lekker. Ja, ik las ook dat er meer dan ooit wordt ingezet bij de vrienden van Toto. Dus voor Toto is ook het een lekker WK. Dan gaan we door met de wedstrijd waar het echt om gaat natuurlijk in de pool. Wie wordt de groepswinnaar van pool A? Rusland tegen Uruguay. Rusland. Zeg het maar hoor. 8 doelpunten voor, 1 tegen tot nu toe. Tegen Uruguay. Ja, die zouden op een gelijkspel kunnen spelen. Maar goed, die weten natuurlijk ook niet wie ze gaan treffen. Nee. Voor die wedstrijd. Want dat kan zomaar wel een Spanje worden, weet je, als het tegen zit dan. Ja.
Dus, maar ja, ik neem aan dat je gewoon eigenlijk groepswinnaar wil worden, want dan in theorie tref je de mindere uit de andere pool. In principe wel. Dus dat geldt niet voor alle pools natuurlijk, maar ja, ik denk dat die gewoon gaan voetballen. Die zullen er misschien wel wat jongens rust geven. Dat weet ik ook niet. Maar Rusland maakt wel een betere indruk op mij dan Uruguay. Die misschien ook wel wat jongens rust gaan geven. Dat zou ook wel kunnen natuurlijk. Ja. Ja, in ieder geval twee keer uit een dode spelsituatie gescoord Uruguay. Denk je dat Uruguay Rusland gaat verslaan? Of zou jij hier een x'je spelen? 0-0'tje. 0-0'tje, dus dat is de eerste 0-0 van het toernooi. De eerste 0-0 van het toernooi. Nou, als dat uitkomt, Kees, dan kan er ongeveer het vakantiehuisje in Emmen erbij gekocht worden. Van al het geld dat je gewonnen hebt. Voordat we het gaan hebben over Iran tegen Portugal, want daar staat natuurlijk echt wat op het spel. Hè. Beide landen kunnen zich plaatsen. Gaan we eerst even luisteren naar onze grote vriend van de show, Armin Shah. Na 4 WK's kansloos uitgeschakeld te zijn in de eerste ronde, is het dan vandaag eindelijk zover. We maken echt kans om door te gaan naar de tweede ronde. Maar ja, dan moeten we eerst zien af te rekenen met Europees kampioen Portugal. Ik denk persoonlijk dat we eruit vliegen. Maar ik heb goede hoop op dat we voor een kleine stunt kunnen zorgen als we hetzelfde spel laten zien als tegen Spanje. Een doelpuntje scoren en met z'n 11 achterin blijven hangen. Misschien een hele late 1-0, dat zou het fantastisch maken. Maar mijn vraag aan jou, Kees, wat moeten we nou doen? Wat moeten we doen tegen het grote Portugal met een Cristiano Ronaldo in vorm? Maken we kans om voor het eerst in de geschiedenis door te gaan naar de tweede ronde? Voor de mensen in Iran en voor alle Iraniërs wereldwijd zou het als een waar kampioenschap gelden als we naar de tweede ronde gaan. Dus ik ben benieuwd, wat moeten we doen? Ik vind het wel mooi, hè? Want het is, laten we even kijken, 8 uur voordat de wedstrijd gespeeld gaat worden. Maar zijn gezicht staat al helemaal strak van de zenuwen. Nou, zijn vraag, Kees, van Armin. Wat moet Iran doen? Wij kunnen ons dat natuurlijk helemaal niet voorstellen. Kijk, ik kijk gewoon naar Iran en dan denk ik van, wat is dit nou voor dramatische schopploeg, weet je? En wat zijn die hier aan het doen? En als je dan zo Armin zo hoort, dan snap je ook wel dat het natuurlijk voor heel veel mensen heel anders is. En dat dit waarschijnlijk ook de enige manier is hoe ze kunnen overleven. Absoluut. En ik denk dat ze dat ook wel weer tegen Portugal moeten doen. Al moet ik zeggen, op het moment dat ze toen tegen Spanje op het eind een beetje gingen voetballen, zag je toch wel dat ze ook aardig kunnen voetballen. Toen kregen ze ook nog 2 kansen. Ja, die afgekeurde goal en ook die kopbal. Dus ja, dat vind ik dan wel altijd een beetje. Als die jongens dan op een gegeven moment de schroom van zich afgooien en ze moeten, ja, dan zie je ook vaak dat ze eigenlijk best wel kunnen voetballen. Alleen ga je dat tegen Portugal doen, ja, dan weet je hoe laat het is. Dan staat hij natuurlijk weer te wachten, Chrissy. En dan is het hangen. Dus dat wordt. Maar Portugal denkt ook, zoek het maar uit. Wij hebben aan de punt genoeg. Ja. Dus maar, ja, dat wordt, ik zei het gisteren al, dat wordt bal in de midden en eigen helft staan. Ja, de bus parkeren. Ja, dus die gaan hopen op de laatste 20 minuten. Als ze dan moeten, dan zullen ze misschien nog Ali Reza of wie dan ook erin gooien hier dan. En daar gaan ze voor. En ik snap dat eerlijk gezegd wel. Want als je echt vol op de aanval gaat, dan. Dan ga je eraf tegen Portugal. Ja, laten we even kijken naar de totobet van deze wedstrijd. Iran tegen Portugal. Hoeveel doelpunten worden gescoord in de wedstrijd die bekend staat als FC Parkeer de Bus? Gaat er meer dan 1,5 keer gescoord worden of minder? Ik vind dat een vrij lage quote trouwens. Voor minder? Meer dan 1,5. Of meer? Ja. Ja. Want de kans is toch groter dat het is meer dan minder gescoord gaat worden? Ja, kijk, ja. Lijkt mij hoor, maar goed. Misschien uit de geschiedenis of iets. Ja, ik denk niet dat er veel gescoord gaat worden die wedstrijd. Nee. Ja, het enige wat je dus kan krijgen, dat Iran uit een dodenspelsituatie op 1-0 voorkomt, dan moet Portugal. Ja, dat klopt. Of dat ze dan op het eind achter staan en ze moeten, en dat Portugal via de counter dan nog een tweede maakt. Dat zie ik dan misschien eerder maar gebeuren. Maar jij zegt minder dus. Ja, 2, hè, moeten er dan. Ja. Ja. 2 goals gaan er wel vallen, denk ik. Er gaan 2 goals vallen. Dan de laatste wedstrijd in de pool. Spanje tegen Marokko. Eigenlijk sneu einde voor het Marokkaanse team. 2 keer redelijk gespeeld. Zeker de tweede wedstrijd. Maar staan nog steeds met lege handen. En Spanje heeft eigenlijk in alles in eigen hand nu om eerste te gaan worden in de pool. Ja, en ik denk dat voor Spanje een iets leukere wedstrijd gaat worden. Tenminste, kijken naar het spel van Marokko van de 2 wedstrijden. Die toch gewoon ook willen voetballen en durfden te voetballen. Ik hoop ook dat ze dat nu gewoon mee gaan doen. Want ja, die hebben toch niks meer om te spelen. Buiten de eer om.
Ja, dan krijgt Spanje ook een beetje meer ruimte en zullen ze ook een beetje meer aan voetballen toekomen. En dan hoop ik ook dat Spanje een beetje ook eens wat directer speelt. En het is allemaal zo plichtmatig met één goalverschil elke keer. Ja. Dus ik hoop dat dat een beetje een leuke wedstrijd wordt van twee kanten. Maar dat zal eerder, dat zal denk ik niet aan Marokko gaan liggen. Nee, je zegt steeds met één doelpunt verschil winnen. Dat is ook eigenlijk ja, de vraag van onze vrienden van Toto. Spanje-Marokko, wie wint er met de handicap 0-1, de virtuele 1-0 voorsprong van Marokko? Wie wint dan deze wedstrijd? Nou ja, Marokko gaat er vol voor, dus dat wordt denk ik 3-1. Dus 3-1 voor Spanje. Dus dan pakt Spanje deze. Dat is wel een goede quote. 2. Ja, 2. Mooi quoteje, ja. Een lekker quoteje. Ja, nou, bijna financieel onafhankelijk na vandaag. Dankzij de vrienden van Toto Kees. Laten we doorgaan met de quizvraag. De quizvraag van gisteren was... wie was de laatste Engelse topscorer bij het WK? En hoeveel goals maakte hij? En in welk jaar was dat? Ja, ik gaf dus gisteren een hint. Maar ik zat dus 4 jaar te laat. Want ik zei Gary Lineker 90, maar later bleek dat natuurlijk dat het Toto Schillaci was. Dat Toto Schillaci. Hadden we in de uitzending al. 4 jaar eerder was hij het wel, in 1986. Dus, oh ja, oké. Okay. Gary Lineker, ja. Enzo Oosterwijk, gefeliciteerd jongen. Jij wint dit fantastische shirt. Oh, ik wilde hem in beeld laten zien natuurlijk. Hier, kijk, de val van Oranje. Als we een beetje mazzel hebben, wil Pieter Zwarte misschien ook nog wel voor je signeren. Dan de prijsvraag van vandaag. Of de prijsvraag, de quizvraag van vandaag. Verdediger John Stones scoorde 2 goals tegen Tunesië. Wie was de laatste verdediger die 2 keer scoorde in 1 WK-duel? Nou, mocht je het antwoord weten, hashtag WKDaily. En dan maak je kans op het boek De Val van Oranje. Heb jij die eigenlijk al gelezen, Kees? Ik heb hem thuis. En ik heb de eerste 50 bladzijden volgens mij gelezen. Dat dus ik ben onderweg. Je bent de eerste onderweg. 50 bladzijden heb ik gelezen, ja. Het leest makkelijk weg. Dat vond ik het meest relaxte. Klopt. Ja. Vond ik ook. Ja, de inhoud is natuurlijk belachelijk. Want waarom zouden we kritisch naar ons Nederlands voetbal kijken, toch? Nee, dat is altijd goed. En het is ook gewoon leuk dat het een beetje vanuit een andere kijk komt. Vanuit Pieters. En ik vond ook dat hij het goed schrijft. Dus dat het niet te ingewikkeld ook wordt, zeg Absoluut. Maar. Want dat hangt er dan een beetje omheen. Tot nu toe leest het lekker, ja. Tot nu toe leest het lekker. Nou, je maakt hier de vakantie op het boek. Eigenlijk over de quizvraag vandaag. Heb jij enig idee? Laatste verdediger die 2 keer scoorde? Gaat er een belletje? Ja, ik weet er wel één. Maar ik weet niet of het tussentijds nog een keer gebeurd is. Maar geef eens een hint voor diegene die jij denkt. Nou, degene die ik denk was in 98. 1998 WK in Frankrijk. Oké. Of het in de tussentijd dan nog een keer gebeurd is. Dat ik hoor dat onze eigen Boetroe, hoor ik boven schreeuwen, dacht ik ook, maar is het niet? Is het niet. Dus dan heeft het daarna, dus het is na 98. Want wie was het in 98? Die Thuram. Thuram. Oké, okay, heel goed. Lilian Thuram. Heel goed. Dan de kijkersvragen. Er zijn er heel veel binnengekomen, Kees. Zo. Is het, Jules wil weten, Jules Huijnen, is het niet zo dat standaard situaties goed te trainen zijn in 2 weken, terwijl het trainen op het verdedigen daarvan meer tijd kost? Tuurlijk zijn die te trainen. Wat zeg je? Dat was de vraag, toch? Sorry, ik werd even gebeld door de meester van mijn zoon, zie ik nu. Maar sorry, nog even. Heeft hij weer kattenkwaad uitgehaald? Nee, ik weet het niet. Ik hoop het niet. Okay. Nee, ik zie het niet. Jules wil weten, is het niet zo dat standaard situaties goed te trainen zijn in 2 weken, terwijl het trainen op het verdedigen daarvan wat meer tijd kost? Ik denk dat het allebei gewoon heel goed te trainen is en in korte tijd. Ik denk zelfs dat het verdedigende misschien nog wel makkelijker te trainen is. Want je bent natuurlijk, je weet nooit zo goed wat de tegenstander doet van tevoren. Maar je kan wel in ieder geval een plan hebben. Waarbij je zegt, nou, we doen zone of een mix van man en zone of alleen mandekking. En dat je daar gewoon goede afspraken over maakt. Dus ik denk dat het gewoon allebei hartstikke goed te trainen is. En dat misschien het aanvallende met bepaalde variaties wel iets langer duurt. Maar ik was verbaasd om te horen dat er gezegd werd dat je op verdedigend niet kan trainen. Dat is echt een lulkoek. Oké, okay, heel goed. Vraag over Quintero. Is hij goed genoeg voor de Europese competitie, denk je? Hij ging ooit Ik heb hem veel te weinig gezien. Ik heb hem nu 2 wedstrijden gezien, moet ik eerlijk zeggen. En ik vond hem gisteren, die eerste wedstrijd was natuurlijk moeilijk. Ja. En gisteren speelde hij wel goed. Ja, ik kan daar moeilijk een oordeel over vellen. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, en een vraag van onze eigen regisseur, Yannick Mulder. Kan Kees WK-talk ook in zijn eentje doen en dat hij gewoon 4 imitaties nadoet? Tuurlijk wel.
Ja. Alleen heb ik ook eindelijk die hele camera voor mezelf. Nu moeten we met z'n vieren delen. Maar, hey, Kees. Kan ik even opnemen, serieus? Ik weet natuurlijk niet wat er aan de hand is, hè? Oké, okay. Neem je even op. Ja, is goed. Hallo, mijn Kees. Hey. Ja. Ja, hallo. Ja. Eén moment. Dan moet ik ook nog in de gang gaan staan. Anders hoort hij me niet. Ja, daar ben ik. Zeg het dus. Als het is het heel belangrijk, want ik zit live in een uitzending. Ja, ik kom er zo ophalen. Is dat goed? Ja, is goed. Hoi, hoi. Hoi. Wel belangrijk. Mijn dochter is ziek. Nou ja. Nou. Okay. Dus die moet ik ophalen van school. Ja. Nou, goed. Gewoon, ach, jongen. Ja, Jordi, Jordi die gaat hier van smullen van al dit gedoe. Heel goed. Maar als je dan toch... dit is goed, zegt iemand. Kees, de Belchinees. Hey, Kees, welke drie mensen zou je dan virtueel naast je willen hebben bij WK Talk? Wie kan je het beste nadoen van je collega's bij Fox? Oh, mijn collega's, ja. Daar kan ik niet zoveel van nadoen. Nee? Nee, even kijken. Wie hebben we? Nee. Ja, Ronald kan ik dan denk ik wel een beetje nadoen. wie hebben we nog meer? Ik ken het, ken je niet nadoen. Weet je wie eigenlijk wil? Gewoon de analisten op televisie. Ja, die kan je allemaal nadoen. Raffi en dat soort dingen. Jan Mulder. Raffi kan je nadoen natuurlijk. Jan Mulder. Niet de trein is. En Jan Mulder. Nou, dan hebben we ze. Ja, geweldig. Goed, morgen week 8 ook bij Fox. Kees die iedereen na gaat doen. Ja, ik denk dat we eigenlijk alles wel hebben gehad. Kees, dankjewel. Ja. Ben je vandaag nog ergens anders te zien? Ik moet vanmiddag naar de NOS. Dus ik ben hartstikke blij dat mijn dochter nu ziek is. Want mijn vrouw is aan het werk. Dus dat wordt weer eventjes wat regelen. Top. Mocht je nou in Volendam wonen en wil je wat bijverdienen... En niets te doen hebben vanmiddag. Ja, lekker oppassen op Pam, de dochter van Kees Bakman. Die ziek is. Nou Kees, dat is wel kloten trouwens bij de NOS. Hè? Daar ben je niet te zien. Dan wint René Vroger deze dag van jou. Ja, want ik zit op de radio. Ja. Ik zit op de radio bij de NOS. Oh, een webcam misschien wel. Nou, beterschap voor Pam, Kees. Ja, is goed. Dankjewel. Dankjewel. Jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. Geniet ervan van maar liefst 4 wedstrijden vandaag. En het is echt om te smullen. Heerlijke affiches. Morgen om 12 uur zijn wij er weer. Graag. Tot dan.